ben Sophie, de mama van Flo Stechelboud van 3 OMC. Mijn ervaring met de school is, wij zagen als ons Flo naar het middelbaar kwam, dat ze eigenlijk volledig is opengebloeid. Er was ook direct een goed contact tussen de school en ons als ouder. Positief vinden wij ook dat er heel veel geëvalueerd wordt. Dat eigenlijk een heel goede voorbereiding is voor de examens. Want dat zijn toch pakken leerstof dat leerlingen moeten verwerken. Het is ook heel interessant om de punten steeds te kunnen volgen op Smart School. En ook al weet ons Flo nog niet wat ze gaat doen na het zesde middelbaar, wij zijn er eigenlijk van overtuigd en wij zien ook dat ze een hele goede basis gaat hebben om eigenlijk verder te kunnen studeren. Ik ben Eve, ik ben de mama van Elise uit 1A op Sint Vicentius. Ik ervaar de school Sint Vicentius als een heel aangename school met een duidelijke en open communicatie. De leerkrachten zijn heel toegankelijk en hulpvaardig als er iets moeilijker gaat. Dan gaat de school samen met de ouders en de leerlingen op zoek naar oplossingen. Er wordt ook geluisterd naar de ouders en naar de leerlingen. Men staat eigenlijk open voor suggesties van de ouders. En ik moet zeggen dat ik mijn dochter zag openbloeien na enkele weken op Sint Vicentius. Ze maakt dagelijks heel enthousiaste reis met de trein en de tram van Gent naar Deinze, omdat ze zo graag naar de school gaat. Ik ben de mama van Julie Rieul van het 5e jaar jeugd- en gehandicaptenzorg. Ik vind het een super toffe school waar mijn dochter naartoe gaat. Zij zit in het 5e jaar. De manier hoe dat er met de leerlingen omgegaan wordt naar zorg, naar begrijpen hoe dan zij zelf zijn op die leeftijd, dat verloopt eigenlijk zeer vlot. De communicatie met haar klastitularis, die ze had, zowel met haar als met de ouders, als met mij ook supergoed. Dat is een vlotte mevrouw. Je kunt daarmee communiceren, je kunt daarmee discussiëren, je kunt daar eigenlijk mee in een interactie gaan. De opvolging van haar resultaten, die kan je heel gemakkelijk zien op Smart School. Die kan je goed opvolgen. Als er iets is, kan je daarmee vragen stellen over de desbetreffende problemen die er eventueel zouden zijn. Het loopt eigenlijk zeer vlot. Je kunt ook de uurrooster deftig checken, er is controle. Het loopt eigenlijk zeer vlot. Ik ben Katrien Kokuit, mama van Kilian Michels uit 1A2. Ik vond het heel tof dat mijn zoon voor mijn oude school koos. Op de infodag hadden wij direct een heel goed gevoel. De warme ontvangst en de mooie rondleiding deed de keuze ietsje vlotter gaan. De school biedt een heel mooi studieaanbod. Het is een grote stap die de kinderen maken, dus het is fijn om te zien dat je kind op een toffe school terechtkomt. De directie en het leerkrachtenteam zorgen ervoor dat je kind zich direct thuis voelt op de school. Maak dus de juiste keuze en kies voor het Sint Vincentius Instituut. Waarom hebben wij gekozen voor Sint Vincentius? Ten eerste omdat wij bij de rondleiding heel goed ontvangen zijn geweest. Luca kwam van een kleine school. Dat is helemaal iets anders als kindje van 12 jaar daar binnenkomen. Zo'n grote, immense school. Maar de ontvangst daar was echt ongelooflijk goed. Zo nog wat cocoonen. En dat was voor mij, zeker als mama, wel een beetje belangrijk. De eerste schooldag was Luca natuurlijk heel erg zenuwachtig, wat normaal was. Maar al heel gauw, na de eerste 2 dagen, het teamwork, de teambuilding dat ze gedaan hadden, maakte de klas ook onmiddellijk, de eerste 3 klassen, enorm hard al. Ze leren elkaar op een speelse, heel leuke manier kennis maken. En dan in verloop van het jaar hadden wij echt het gevoel van de school, de directie, het ganse lerarenteam, die staan echt achter hun leerlingen. In ieder geval is er iets, je kan school altijd bereiken, ze gaan altijd proberen helpen. Luca voelt dan daar ook enorm erg thuis, heeft zo'n beetje het gevoel ook van school is thuiskomen. En wij hebben ook wel heel erg het gevoel van dat hij heel erg goed opgevolgd wordt. Is er iets, dan contacteer school ons of wij
school. Geen enkele vraag is een te veel. Geen enkele vraag is een te moeilijk. Ze vragen het zelf op school. Van, zijn er problemen? Twijfel niet. Bel ons. Ook de lessen zijn heel erg gevarieerd. Ze gaan heel dikwijls eens uitstappen of zo. Of ja, komen gewoon samen en doen dan leuke dingen. Er wordt voor ontspanning gezorgd. En wat wij als ouders heel erg belangrijk vinden, zeker voor een eerste jaar, is de examenperiode. Dus dat de leerlingen de kans hebben om op school te studeren en te blijven. Dus ze leggen eerst een examen af, dan hebben ze 2 uur sport, dan kunnen ze eten op school en dan studeren ze voor het vak waar ze examen voor hebben de dag nadien. En dat is een systeem, ik weet het niet of dat nog scholen dat doen, maar daar wel. En dat is echt schitterend. En dat helpt toch die kleintjes nog van het eerste jaar van die examens goed te kunnen doorstaan. Mijn zoon startte dit schooljaar in 5 ITN. En de verwachtingen waren hoog gespannen, want hij keek heel erg uit naar ITN-netwerken. Dat maar bestaat vanaf het 5e jaar. Maar dat werd volledig ingevuld. Want dat was echt alles wat hij verwachtte van die studierichting. Wat ik vooral apprecieer aan Leiepoort Sint Vincentius, is het gevoel van kleinschaligheid die je daar krijgt. Want niet alleen de leerkrachten, maar ook de mensen van de leerlingenbegeleiding bijvoorbeeld, die kenden mijn zoon heel snel bij naam. Dankzij het gebruik van Smart School word je als ouder eigenlijk heel vlot op de hoogte gehouden van allerlei activiteiten. En er zijn er ook best wel veel, er is een grote variëteit. Wat ik voornamelijk het leukste vond voor mijn zoon was de teambuilding in het begin van het schooljaar. Dat was meteen al een meerdaagse waarbij dat hij zijn klas goed kon leren kennen. En dat was heel goed meegevallen. Dus als het van mij af zou hangen, ik zou zeker andere mensen aanraden om te kiezen voor Sint Vincentius Leiepoort. Ik ben Sophie, de mama van Velleman Tibbe, die momenteel in het eerste jaar A2 zit in de campus Leiepoort Sint Vincentius. Wij zijn eigenlijk naar de school gekomen omdat Tibbe heel graag met computer werkt, ICT en zo. En wij wouden eigenlijk ook een beetje de kanten van Deinzen verkennen in de school. En dan zijn wij naar de open deurdagen geweest. En ik moet zeggen, Tibbe, zowel Tibbe als wij als ouder, hadden direct een zeer goed gevoel. We voelden ons eigenlijk thuis, zeer goed opgevangen, heel veel uitleg. De rondleiding die we kregen, we mochten eigenlijk heel veel vragen stellen. En Tibbe, ja, die zei ook zo van, oh, dat ziet er echt heel tof uit, al die computers, dat was zo direct van, ja, dat is het. En ook wat ik persoonlijk zeer leuk vond, is dat bij de eerste schooldag, voor de eerste schooldag, dan de kinderen samen in groepjes kwamen. En dat ze eigenlijk vol spanning, ja, iedereen was daar nieuw en van, oh, bij wie ga ik zitten? En dat ze eigenlijk niet de eerste schooldag zelf in de grote stroom komen, maar dat dat een beetje op voorhand uitgelegd was. Ook kennis maken met de directie, de leerkrachten en zo. Ook als ouder vonden wij dat echt zeer aangenaam om zo uw eigen zoon of dochter in het eerste jaar te doen instappen. Ik zou zeggen, ik kan maar 1 woord zeggen. Wij zijn heel tevreden over de school en wij spreken enorm veel lof over de school. Dank u. Ik ben Jane, mama van 2 kinderen die naar Leiepoort Sint Vincentius gaan. Namelijk onze zoon Lucas zit in het 6e middelbaar en onze dochter Fien in het 3e middelbaar. 6 jaar geleden zijn we eigenlijk een beetje onze zoektocht begonnen voor onze zoon. Hij haalde goede resultaten op school, maar hij had nog geen zelfstandige werkhouding. Hij was ook nog vrij jong en diende zeker een beetje begeleid te worden. Dus wij zijn vooral op zoek gegaan naar een school die ons daar toch ook een stukje kon in ondersteunen.
En ik moet zeggen, hij zit nu in het zesde middelbaar en dat is toch eigenlijk goed gelukt dankzij de goede persoonlijke begeleiding van de leerkrachten. Ik vind dat hij daar heel sterk als persoon in gegroeid is, maar ook zijn studie is eigenlijk wel goed verlopen. Als ouder kan je ook nauwgezet je kind volgen, mede dankzij het laagdrempelige platform Smart School. Er is ook altijd heel veel respect naar de leerlingen toe, omdat eerst alles meegedeeld wordt aan de leerlingen en dan pas gecommuniceerd wordt naar de ouder. Dus dat vond ik ook wel heel belangrijk. Bij onze dochter is die controle minder nodig. Die is uit zichzelf al zeer zelfstandig en plichtbewust. Maar omdat wij zo tevreden waren over de school, hebben wij dan toch beslist 3 jaar geleden om ook haar naar dezelfde school te sturen. Maar dan met een andere insteek, namelijk zij moet daar veel meer voor doen. En wij zochten dan ook specifiek een school die haar daar op dat vlak in kon ondersteunen. En dat is eigenlijk tot nu toe zeer goed geslaagd. Wat mij opvalt binnen jullie team is dat het eigenlijk wel een sterk samenhangend team is. Een jong team. En ook maar een zeer warm hart voor de leerlingen. Wij hebben dat eigenlijk al een aantal keer mogen ervaren. En zeker nu ook dit jaar. Onze Lucas die is in de herfstvakantie geopereerd. En dat was een operatie met ernstige complicaties. Waardoor dat hij eigenlijk 3 weken niet naar school kon. Nu als ouder ben je dan zeer bezorgd. Je ziet je kind fysiek lijden, maar ook emotioneel. Maar je bent ook bezorgd omdat hij zit in het laatste cruciale jaar. Je bent bezorgd om de schoolresultaten. Dus ik mocht eigenlijk altijd mailen met de klastitularis. En ik denk dat zij ook een beetje mijn bezorgdheid aanvoelde, want zij heeft dan uit zichzelf eigenlijk contact genomen, telefonisch. En zij heeft mij heel goed ondersteund en ook ze heeft gezegd van kijk, wij gaan alles zelfstandig oplossen. Ze heeft de leerlingen aan het werk gezet om elk vak in te halen voor Lucas, zodat hij eigenlijk na die 3 weken onmiddellijk kon starten. Dus voor mij als ouder was daar een groot stuk van die emotionele bezorgdheid was ik al kwijt, omdat ik wist van na die 3 weken kan hij onmiddellijk weer instappen. Hij stond sterk genoeg in zijn schoenen om de kerstexamens aan te vatten. Dus ik vond dat chapeau omdat men dat nog deed bij die laatste jaars. Ze zijn al zo groot, maar op dat moment zijn ze ook nog uw kind. Dus ja, dat sterkt mij toch wel in mijn visie dat het een zeer fijne, warme school is. Dus dat wil ik zeker in de kijker zetten. Ik denk dat dat voor veel ouders belangrijk is. Niet alleen een goede basis qua leren, maar ook die emotionele zorg vind ik heel belangrijk. En ik heb er nu 2 op school rondlopen, dus ik moet zeggen, ik denk dat jullie daar zeer, zeer goed in slagen en in geslaagd zijn. Dus bij deze een dikke dank u wel.